en welkom bij Meander Moment. In deze aflevering spreekt geestelijk verzorger en ethicus Tim Driessen met Mirjam Schotman, uroloog en medisch specialist kwaliteit en veiligheid, over samen beslissen. Hierin zijn patiënt en zorgverlener samen in gesprek om te beslissen wat het beste voor de patiënt is. Je luistert naar de podcast van Meander Medisch Centrum. Hoi Mirjam. Hoi Tim. Leuk dat je meedoet met deze podcastserie. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. We gaan het zo meteen hebben over samen beslissen. Wat het allemaal is en wat jouw rol daarin is en hoe je daar allemaal bij betrokken bent. Maar eerst zou je iets over jezelf willen vertellen, jezelf even kort willen introduceren. Ik ben Mirjam Schotman. Ik ben al ruim 13 jaar uroloog in het Meander. Met veel plezier. Ik ben hier ooit komen werken omdat ik het een ziekenhuis vond en nog steeds vind. Waar oog voor de patiënt is. En daarmee bedoel ik dat niet alleen iedereen werkt vanuit zijn eigen afdeling, maar altijd bereid is om een stapje extra te doen als de patiënt het nodig heeft. En ik ervaar dat als een groot goed en het geeft mij veel werkplezier. En sinds een jaar of 3-4 werk ik ook één dag in de week als medisch specialist kwaliteit en veiligheid. Dat is een heel lang woord. Ja. En in die functie denk ik in bredere zin na over de kwaliteit van zorg. Niet alleen vanuit mijn eigen vakgebied, maar vanuit het hele ziekenhuis. En daarin ben ik, vanuit die positie ben ik ook bij Samen Beslissen betrokken. Oké, okay. Ja. Ja, want daar klinkt al heel veel samen in door. Samengevoel in jouw verhaal. Hè? Met z'n allen voor de patiënt en elkaar aanvullen. Ja, en Samen Beslissen gaat dan natuurlijk ook over samen met de patiënt. Ja, kun je er iets over vertellen? Samen, is het een project of is het... Samen beslissen is eigenlijk een term die al een hele tijd gebezigd wordt. Niet alleen in het Meander, maar ook op allerlei andere plekken. De Patiëntenfederatie, maar ook de Federatie van Medisch Specialisten probeert samen beslissen te promoten. En wat het eigenlijk in het allerkortst gezegd is, is dat dokter en de patiënt, als er iets te kiezen valt ten aanzien van een onderzoek of een behandeling of wat er ook maar in een ziekenhuis kan gebeuren, dat op gelijkwaardige basis samen doen. Tegenover een situatie waarin de dokter dat alleen beslist. Ja, want dat is een beetje het traditionele beeld misschien. Want de patiënt komt, die heeft ergens last van. En de dokter zegt, je moet geopereerd worden, punt. Ja, precies. Is dat een beetje hoe het was? Ik denk dat het wel een beetje zo was. Ik denk misschien al een hele tijd niet meer zo ouderwets. Maar ik ben nog wel zo opgeleid, ja. Ja? Ja, met de mannelijke dokter. Okay. Die dan zegt tegen de patiënt, zo doen we het. Maar daarmee bedoelt hij eigenlijk, zo doe ik het. Ah, oké. En ik denk dat het al lang niet meer zo is. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat samen beslissen nog wat beter kan. En de term samen beslissen of de projecten die we hier in het Meander daarvoor gehad hebben, proberen daarin mee te helpen. Ja, je zegt van, het is al een hele tijd niet meer zo. Maar als je zegt van, zo ben ik nog opgeleid, dan is het ook niet zo heel lang geleden. Dank je voor het compliment. Oh, dat bedoel ik niet om me te vleien hoor, maar... Ja. Beetje om het in de kader te schrijven. Dat is best een omslag, toch? Ja, het is toch wel een beetje een omslag, ja. En ik denk dat misschien dat de moderne patiënten zich steeds meer bewust zijn van dat een proces in een ziekenhuis, wat het proces ook is, iets is waar je als patiënt zeker iets over te zeggen hebt. Mm-hmm. En moderne dokters, die doen dat ook. En samen beslissen is eigenlijk een manier om zowel de patiënten, maar misschien ook wel vooral de dokters of de zorgverleners te helpen om dat een beetje in een soort van format te gieten, zodat ze dat gemakkelijker gemaakt wordt. Ja, precies. Ja. Ja, ik las ergens, de dokter kan het niet alleen, de patiënt ook niet. Je hebt elkaar nodig om tot de beste zorg en tot de beste behandeling te komen. De voordelen van samen beslissen zijn inmiddels ook wetenschappelijk onderzocht. Oké. En samen beslissen, we komen er zo nog wel op wat dat precies betekent, maar... De voordelen, daarmee bedoel ik, het levert betere zorg op als je samen beslist als patiënt en dokter. De tevredenheid van patiënten gaat omhoog, de zorgkosten gaan omlaag. De uitkomsten van het zorgtraject worden ook beter, omdat de patiënt mede regiehouder is. Ja. Dus het is echt wel ergens goed voor. Ja. Nou, dat zijn allemaal goede zaken. Gericht op de toekomst. Ja, ik denk het wel.
En kun je iets vertellen over welke acties in gang zijn gezet om samen beslissen mogelijk te maken? Nou, misschien eerst nog even wat over samen beslissen zelf. Hè? Mm-hmm. Ik zei al, er is een soort van format en dit is maar een format. Het is maar een manier om je te helpen om samen beslissen in de spreekkamer beter te laten plaatsvinden. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat je als eerste beseft dat er iets te kiezen is. Hè? In die situatie is samen beslissen aan de orde. Ja. Dus als er een onderzoek gedaan moet worden en er zijn verschillende opties, of als er een behandeling gekozen moet worden en er zijn verschillende opties, waarbij de optie niets doen nadrukkelijk ook een optie kan zijn. Mm-hmm. En in zo'n situatie waarin er iets te kiezen is, zou een samen beslissen gesprek idealiter als volgt verlopen. Eerst leg je als zorgverlener, want jij bent dan toch de regievoerder in zo'n mm-hmm. gesprek, uit wat samen beslissen is. Dan zouden de verschillende opties aan de orde moeten komen. En waarin de voor- en nadelen van die opties ook besproken worden. En je kunt daarbij allerlei hulpmiddelen gebruiken. Zoals een keuzehulp. De Patiëntenfederatie heeft voor een heleboel verschillende aandoeningen keuzehulpen gemaakt. Er zijn ook in het Meander zelf praatplaten ontwikkeld. Dat zijn een soort A4'tjes waarin je als het ware het samen beslissen traject kunt uittekenen. En dat kan je dan aan een patiënt meegeven, zodat hij een hulpmiddel heeft om het ook thuis nog eens met zijn naasten te bespreken. Om het hele proces een beetje in beeld te krijgen. Ja, omdat het helpt om het proces een beetje gestructureerd te laten verlopen. Omdat je dan ook niet in de valkuil valt van dat weer één iemand, misschien voornamelijk de zorgverlener, ja, bepaalt wat er gaat gebeuren. Hè? Dus dat is stap 2, dat alle opties besproken worden. Mm-hmm. Stap 3 is dat nadrukkelijk de input van de patiënt ook gevraagd wordt. En dat is belangrijk omdat alle opties en de voor- en nadelen daarvan kunnen voor iedere individuele patiënt weer iets anders betekenen. Als iemand ontzettend van fietsen houdt en er is een keuze te maken waarin bij de ene mogelijkheid dat fietsen in het gedrang komt en bij de andere niet, kan dat voor die patiënt heel belangrijk zijn. Als iemand mantelzorger is, kunnen de opties anders klinken in zijn of haar oren dan... Mm-hmm. Dan als de situatie anders is. Hè? Dus ja, de patiënteninput is eigenlijk van even groot belang om tot een goede keuze te komen, ja, als de input vanuit het zorgverlenersperspectief. Ja. En de vierde stap in samen beslissen is dat je samen overlegt, hoe gaan we tot een keuze komen? Mm-hmm. En dat kan ook best zijn dat een patiënt zegt, nou dokter, ik weet het niet, zegt u maar wat het beste voor me is. En dat is ook oké. Ja. En het kan ook zijn dat een patiënt zegt, nou, ik heb nog wat meer tijd nodig. Ik moet het overleggen met mijn achterban, mijn familie, mijn naasten. Mm-hmm. Ik heb nog tijd nodig. Ik moet er eens een paar nachten over slapen. Ja. En dat is eigenlijk best een hele goede manier om al die informatie die in een heel kort gesprek ter tafel komt, nog eens te laten bezinken. En zo'n praatplaat en zo'n keuzehulp kunnen daar dus heel erg bij helpen. Ja. Omdat ook de opties van de patiënt daarop aangegeven kunnen worden. En die vier stappen, dat noemen we dan samen beslissen. Ja, oké. Okay. Dus dat is hoe het proces eruit ziet. Zeg. Dat is hoe het proces eruit ziet. En wat we in het Meander allemaal gedaan hebben, is dit proces, hè, zoals ik het nu schets, heel kort. Daar zijn e-learnings van, daar kun je in getraind worden. Een flink aantal zorgverleners hebben die training ook daadwerkelijk gedaan in het Meander. Waarbij ook met een acteur geoefend wordt. Oh ja, hoe was dat? Heb je er zelf aan meegedaan? Ja, ja, het is heel confronterend. Oh ja? Omdat je realiseert dat je als dokter zo gewend bent om het voortouw te nemen. Ja? Ja. We hadden het net over die ouderwetse manier. Mm-hmm. En die acteur was natuurlijk ook getraind om bijzondere perspectieven te belichten. Yeah. Dus het was heel het is heel interessant om te merken dat je waar je dan tegenaan kan lopen als je zo'n proces probeert te volgen. Het was ontzettend behulpzaam. Yeah. En niet alleen voor mij, maar voor de meeste zorgverleners die hiermee te maken hebben gehad. Mm-hmm. Want ergens zit dat nog wel een beetje in. Iedereen dat patroon van oké, de dokter weet het wel, of niet? Ja, en in dokters of zorgverleners, want ook PA's of verpleegkundige specialisten kunnen ze ook samen beslissen gesprekken voeren. Mm-hmm. En ook in patiënten. Ja. Sommige patiënten, ik heb het ook daadwerkelijk zelf wel eens meegemaakt, dat een patiënt zei van, waarom vraag je het aan mij? Weet je het zelf niet of zo? Jij hebt het toch vandoor geleerd? Ja, precies, ja. Dat mensen het niet helemaal snappen van, ja, ik zit hier toch om van jou, van uw expertise, ja, gebruik te maken, deskundigheid. Ja, maar die gelijkwaardigheid, daarom is het ook goed om in zo'n samen beslissengesprek ook het proces heel even te benoemen. Ja, je beslist ook samen over hoe je gaat beslissen. Exact. Ja. Ja. En patiënten? Die worden niet getraind. Maar je noemde al een paar dingen, een praatplaat en
Ik kan me koffiebekertjes herinneren waar vragen op staan. Ja, dus dat drinken we nu zelfs uit. Ja, precies. En dus ook patiënten worden geholpen om hier een bijdrage aan te leveren. Er komt binnenkort ook een e-cursus voor patiënten op. Er is ook wat informatie al beschikbaar via de Patiëntenfederatie op onze Meander website. Mm-hmm. Op die manier proberen we patiënten ook te helpen om ons als zorgverleners mede te helpen om samen te beslissen. Ja. Kom je nou niet af en toe ook hele traditionele dokters tegen zeggen van jongens, kom op, wat een onzin. En die zullen er ongetwijfeld zijn. En je moet het toch een beetje beschouwen. Het is niet echt een enorm veranderingsproces, maar het is meer dat je opeens realiseert dat je focus net een beetje anders wordt. En het is toch een beetje verandering. En dan heb je altijd mensen die het onmiddellijk omarmen. Ja. En je hebt ook altijd dokters en patiënten die dit onwennig vinden. Ja. En ben je nou een beetje karttrekker hierin? Als, hoe zijn dat nou zo mooi, medisch specialist? Kwaliteit en veiligheid. Ja, ik denk dat ik dat wel ben. Ik vind het ook echt een ontzettend mooi idee. En ik denk ook dat het echt helpt. Ja. Om dat format jezelf een beetje eigen te maken. Als je een haakje hebt, zeg maar, zo'n format is een haakje om jezelf steeds weer even tot de orde te roepen. En te zeggen, oh, wacht eventjes. Heb ik nu eigenlijk stapjes overgeslagen in dat samenbeslissen traject? Heb ik niet te veel het voortouw genomen? Dus het helpt mij zelf als dokter ook heel erg om hier wat meer van te weten. En om mezelf als het ware bij de les te houden. Ja, precies, ja. Hij vertelde eigenlijk, als je zoekt naar wat goede zorg is en wat een goede behandeling is, dan kan dat voor iedereen anders zijn, omdat voor iedereen andere dingen belangrijk zijn. Je bent dan eigenlijk als dokter ook heel erg met iemand in gesprek over wat, wat belangrijk is en wat van betekenis is in het leven. Dat is misschien best een ander gesprek. En ook een gesprek wat even tijd vraagt in de beperkte tijd die er misschien is. Hoe doe je dat? Hoe kom je met elkaar in gesprek over dat wat echt belangrijk is voor iemand? Ja, nou, die factor tijd die je noemt is een belangrijk struikelblok. En dat is niet alleen ten aanzien van samen beslissen, maar ik denk dat sowieso de zorg complexer wordt. De opties en de mogelijkheden worden uitgebreider. In oncologische zorg, maar in alle andere soorten zorg ook. Kan steeds meer. Dat kan steeds meer. En mensen worden ouder, mensen worden gezonder oud, gelukkig. Maar de gesprekken die je dan moet voeren, dus over wat goede keuzes zijn, hebben tijd nodig en duren langer. En dit is ook wel waar heel veel zorgverleners tegenaan lopen. Ja. Dat ingewikkeld is om zulke... Dit zijn onderwerpen die langzaam gaan en die tijd nodig hebben. En die passen eigenlijk niet in de overvolle spreekuren. Ja. Waarbij je soms maar 10 minuten voor een patiënt hebt. En dat is inderdaad een belangrijk struikelblok. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Dat is gewoon zo. Ja, de factor tijd is natuurlijk... Soms betekent dat je patiënt aan het eind van je spreekuur plant. Soms betekent het dat je zegt, jammer dan, ik loop mijn poli, loop maar even uit. Soms betekent het dat je zegt, we hebben hier wat meer tijd voor nodig. Je schetst het globale proces en je laat mensen later een keer terugkomen. Ja, dat is hoe dat dan zo loopt. Ja, precies. Dus je probeert ook tijd te creëren gewoon die nodig is om zo'n beslissing te nemen. Ja. En is het niet in één gesprek, dan neem je bedenktijd of je slaapt er een paar nachten over en je spreekt nog een keer af. Ik vind het vaak heel prettig om dit uit te smeren over verschillende gesprekken. Want ik merk heel vaak dat mensen de tijd echt gebruiken thuis om over het onderwerp na te denken. Ja. En dan komen er vaak nog eens aanvullende vragen. Ja. En er vindt veel meer berusting plaats in zo'n eerste gesprek. Zeker als je uitslagen hoort of als je voor een belangrijke keuze staat. Als je stresslevel als patiënt natuurlijk gigantisch. En dan is het heel moeilijk om een weloverwogen, rustig besluit te nemen. Ja. Dus vaak gaat zo'n samenbeslissingsgesprek in een aantal gesprekken, denk ik. Ja, dat is goed. Ja, dat voelt inderdaad een beetje ook zo, als zo'n contrast. Een ziekenhuis waarin toch tijd best een schaars goed is. Waar dingen ook wel snel gaan. En tegelijkertijd een beetje die trage vragen van het leven. Voortdurend voor patiënten aan de orde zijn. Tenminste, die trage vragen. Ik heb ooit in mijn opleiding, als het ging over zingeving, zijn dat eigenlijk de zingevingsvragen. De vragen die tijd kosten, die je niet zomaar oplost. Ja. Om dat met elkaar een beetje in balans te krijgen. Maar dit lijkt wel een manier te zijn om
in ieder geval daar aandacht voor te hebben en te kijken hoe je samen tot het goede kan komen. Ja, en tegelijkertijd weten we ook dat de valkuil van weer terugvallen in het snelle handelen is er altijd. Hè? Dus dat is ook waarom we in het meander proberen om hier aandacht voor te blijven vragen. Die trainingen, zoals ik geschetst heb, voor zorgverleners, die blijven we aanbieden. En sommige vakgroepen doen als geheel zo'n training. Dat helpt ook heel erg, dat iedereen een beetje in dezelfde modus zit. Ja. Verder is er ook nog voor zorgverleners de mogelijkheid om anoniem een gesprek met een patiënt op te nemen en dan feedback te vragen van een samenbeslissexpert. Ja. Die dan jou vertelt, heb je dit gesprek een beetje volgens de samenbeslissenregels uitgevoerd? En hoe ging het? Ja. En soms heb je dat echt nodig, omdat het makkelijk is om weer in de snelheid van de dag ook, te vervallen. Ja. Krijg je wel eens wat terug van patiënten, hoe ze het ervaren? Hoe ze samen zo'n samenbeslissentraject ervaren? Ja, ik heb wel eens, ik heb in positieve en negatieve... Ja, ik heb wel eens inderdaad meegemaakt dat een patiënt zei van... Ja, waarom vraagt u dat aan mij? U bent toch de dokter? Oh ja, dat zei je al, ja. En dan heb ik dus blijkbaar niet helemaal goed uitgelegd wat precies de bedoeling was. En dat het ook oké is als je vindt, als je als patiënt vindt dat de dokter de beslissing zou moeten nemen. Maar ik heb ook wel heel vaak teruggehoord dat het heel erg gewaardeerd wordt. En zeker zo'n gesprek opgeknipt in 3 gesprekken. Dat heel prettig is voor patiënten. En dat ze zich ook inderdaad veel meer betrokken tonen bij het vervolgtraject wat je dan ingaat. Hè, bij de behandeling die bijvoorbeeld moet plaatsvinden. Mm-hmm. Dat ze, omdat ze goed voorgelicht zijn, omdat ze ook eigenaarschap hebben over de keuze. In plaats van dat ze zeggen, nou ja, ik moest dit ondergaan, dus ik ben lijdzaam slachtoffer. Ja. Zijn ze veel meer... Ja, nou ja, je bent niet een eigenaar van je ziekte natuurlijk, maar je bent wel... Ja, je hebt mede zelf die keuze gemaakt. Ja. Samen, hè? Dus dat precies. Kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Ja. Want je bent nooit alleen verantwoordelijk als patiënt, maar... Nee, maar iets van eigen regie. Ik bedoel, het gaat natuurlijk wel over je eigen lichaam en je eigen... Keuzes ook. Ja, dat is het. Ja. Ja. Nou, mooi project. Ja. In ontwikkeling. In ontwikkeling. En en dat is ook wel, vind ik ook wel leuk aan dit project. Het is een beetje van de lange adem. Want we blijven er aandacht voor vragen op verschillende manieren. En ik denk wel dat het heel erg past in hoe de gezondheidszorg in de toekomst eruit zou moeten zien. Ja. Is het een keer af, denk je? Nee, nooit. Nee, maar dat geeft ook niet. Anders zou het saai worden. Oh ja, is ook zo. Dus het is een blijvend project, blijvend proces. Ja, ook om zeker. Te communiceren over de communicatie. Ja, en te bedenken steeds van, doen we het goede goed? Ja. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Niet zo dank, ik vond het leuk. Fijn, ik ook.